Want ik ga maken een Franse uientaart. En die komt uit de Provence. Een épice-saladière is een ontzettend leuk Frans taartje. Hij is ontzettend eenvoudig. Maar je moet er heel veel uien heel lang voor smoren. En je combineert dat met het zouten van anchovies en het zouten van olijven. En die combinatie is fantastisch. Fransen zijn er toch heel erg goed in. Het fijne is, als we ze straks bakken, dan zijn die tranen weer weg. Ze biggelen echt nu over mijn wangen. Zo. Ik heb een enorme berg uien. Het scheelt en dat is niet voor niks. Want als je uien bakt, dan slinkt dat enorm. Voor de sipelsop, de Franse uiensoep. Nee, de Friese uiensoep. De Franse uientaart, Friese uiensoep, moeilijk. Heb ik ook zoveel uien nodig. 2 kilo ui. 1 kilo voor een taartje en 1 kilo voor de soep. De bedoeling is echt dat ze ontzettend heet worden. Want door die hitte gaan ze karamelliseren. Als het vuur niet hoog genoeg staat, dan gaan ze koken. Want dat wil je niet. Dan krijg je van die glazige witte uien. Er moet veel hitte in. Dat betekent dus ook dat u niet de hele tijd kunt weglopen. Dus u laat de uien lekker smoren. Het duurt een half uur, dat is best een poosje. Maar af en toe toch eventjes omscheppen. Slinkt nu al, hè? Zie je dat? Als je uien zo lang bakt, dan wordt het heel zacht en heel weinig. Maar zo mooi donker en diep van kleur. En de helft hiervan ga ik dus gebruiken voor een taartje. En de andere helft voor soep. Wat ze allebei nodig hebben is wat peper. Zo gooi ik flink wat op. Frappant, hè, hoe weinig je ervan overhoudt. Ik heb 6 velletjes. Bladerdeeg. En let erop dat u gaat voor roomboterbladerdeeg. Want u wilt toch eigenlijk het liefste dat hele lekkere banketbakkersmaakje. En dat is toch echt met roomboter, hoor. De reden waarom bladerdeeg heet, overigens, is dat het is bloem met heel veel boter ertussen. En dat wordt steeds gevouwen. En er zitten allemaal hele minuscule laagjes boter in. En die worden door verhitting, smelt die boter weg. En daardoor krijg je al die hele dunne laagjes. En dan heet het dus bladerdeeg. Dus als u bang bent voor boter, dan moet u geen bladerdeeg eten. Dat is een hele essentie van bladerdeeg is boter. Ik heb op mijn bakblik zo'n soort rubber matje liggen. Kan natuurlijk ook een velletje bakpapier zijn. Dan leggen we hem weer terug. Zo. Deze wil niet. Ga nou eens even gewoon leuk meedoen met de rest. Zoals mijn moeder ook altijd zegt. Ongeveer 1,5 centimeter van de rand van het deeg. Dat is je taart. En de rest wordt rand. En die komt straks omhoog. Dat is prachtig. Ja, dat hoeft allemaal niet zo strak en precies. Want het is een beetje rustiek. En we maken nu een Franse taart. En een Franse taart mag net een beetje landelijk zijn. Dat vinden de Fransen leuk. Nu ga ik alleen de rand glazuren met wat ei. Die gaat dan strakjes in de oven. Wordt hij mooi donker en glanzend. Overigens heb ik de oven voorverwarmd op 200 graden. Lekker heet. Want bladerdeeg heeft heel veel hitte nodig. Die heeft juist die knalhitte nodig om poef zo te gaan doen. Ik ga de helft van de uien uit de pan gebruiken. Dan ziet u dat het ook helemaal niet overdreven was, 1 kilo ui. Het leek zoveel net. En nu ben je blij dat je net precies genoeg hebt. Oh, zo lekker. Die kleur is ontstaan door het karamelliseren. Er zit heel veel suikers in de ui. En net zoals met suiker, gewone suiker, als je gewone witte kristalsuiker heel lang kookt, wordt die ook bruin, wordt het karamel. Het gebeurt dus ook met de ui. Want koken is gewoon scheikunde. Zo, een soort tapijtje van ui. Het is een Franse taart, dus er gaat op tijm. Tijm uit mijn eigen tuin. Zoet, hè? Moet helemaal bijkomen van haar uitje. Ik heb hier ongeveer 2 blikjes anchovies op olie. En traditioneel wordt de pissaladière gemaakt met anchovies in schuine lijn. In een mooi ruit patroon.
Ik doe hem in de oven voor warm 200 graden voor ongeveer 30 minuten. Prachtig is die. Het mooie is, u ziet ook die prachtige rand dat hij omhoog gekomen is. Omdat we hem daar hebben ingekerfd en mooi hebben ingesmeerd met ei. En de bodem is dan zo mooi gevuld met dat prachtige geceleerde uien. Uienjam bijna. Ik laat hem heel even rusten en dan gaan we hem op een plankje zetten. Heeft u dit gerecht ook gemaakt? Laat dan in de comments hieronder weten hoe het u verging. En wilt u meer video's zien van bijgerechten? In de playlist hiernaast staan ze allemaal. En als u zich abonneert, dan mist u nooit meer een nieuw recept.